de telefoon heb ik meester Erwin. Dag meester Erwin. Goedemiddag. Dat klinkt iets zakelijker dan ik het bedoel, meester Erwin. Oh, hallo. Hallo. Hey. Waar geef jij precies les? Op welke school? IKC Uniek in het mooie Achterhoekse Aalten. Kijk eens. En welke groep geef je les? Nou, ik combineer het een beetje. Ik sta de ene keer op een groep en ik ben ook nog een beetje met groepjes buiten de klas. Dus ik doe hier eigenlijk van alles. En dit is echt wat je vroeger ook wilde doen, lesgeven? Of ben je daar een beetje ingerold nou, eigenlijk? Ik ben er echt ingerold. Ik ben er eigenlijk sinds kort pas ingerold. Want ik heb eerst journalistiek gedaan. Ah, ook prachtig. Ja. En ik dacht, nou, er is ook nog ruimte voor een carrière-switch of in ieder geval een combinatie. En dat is heel mooi te combineren. Dat is hartstikke leuk. Mag ik vragen op welke leeftijd je dan geswitcht bent van baan? Nou, 7,28. Oh ja, precies. Oké. Okay. Ja. Oké, meester Erwin. Dat betekent ook dat jij sowieso een connectie hebt met kinderen. En waarschijnlijk dus ook met het vergeten kind, of niet? Ja, absoluut, natuurlijk. Nee, ja, dat is ook, om niet te sentimenteel te doen, maar dat is natuurlijk deze tijd van het jaar juist, dat het dat daar eigenlijk wel wat meer aandacht aan geschonken mag worden. Dus die actie die sluit zeker aan. En ja, op basisschool heb je ook wel eens kinderen waar je van denkt of het daar thuis altijd even goed gaat, weet je nooit. Nee. Dus nee, die connectie is er zeker. Nou, fijn dat je ons steunt. Ik hoor dat je niet alleen bent. Je hebt ook een leerling bij je, toch? Ik heb Peppe naast me zitten. Ja, dat zijn eigenlijk de jongens wat omdraaien natuurlijk, hè? Nou, leuk. Mag ik Peppe even spreken? Jij mag Peppe zeker spreken. Peppe. Hoi. Hey Peppe, met Sophie spreek je. Mm-hmm. Is hij een beetje een leuke meester, meester Erwin? Jawel. 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 Ik vind je niet heel enthousiast, moet ik zeggen. Nee. Hey, Peppe, ik wil heel graag iets voor je draaien. En ik zie dat je iets van Kinderen voor Kinderen hebt aangevraagd. Mm-hmm. Ik heb heel leuk nieuws, Peppe. Zal ik dat met je delen? Dit weet nog helemaal niemand. Ja. Kinderen voor Kinderen, die komen morgen mm-hmm. optreden hier bij het Glazen Huis. Ja. Cool, toch? Mm-hmm. Nou, ik vind dat super cool. Kinderen voor Kinderen samen met Steam. Ergens na 4 uur treden ze op tijdens de eindshow van 3FM Searsy Quest. Dus Peppe, zorg dat je erbij bent, hè. Ga kijken of luisteren. Dan kan je Kinderen voor Kinderen live zien. Dat is toch cool? Ja. Voor nu gaan we ze draaien op de radio. Heb jij ook een donatie over voor het vergeten kind? Schuldig. Misschien weet meester Erwin dat. Meester Erwin? Ja. Ja, dat weet Peppe ook donders goed wel, maar die was even overvallen. Ja, we hebben gisteren met school, met de kerstmarkt. We hebben gisteren een kerstviering gecombineerd met een kerstmarkt. Oh. En daar hebben we, ja, en dat stond in die opbrengst ging volledig jullie kant op. Of eigenlijk naar het vergeten kind. Ja. Dat is 1140 euro. 1140 euro? Ja. Holy moly, wat een geld. Ja, mooi, hè? Ja, echt te gek. Echt te gek. Daar word ik heel blij van. Het vergeten kind wordt er blij van. Ja, wij ook. En waar ja, we ook blij van worden is dat we nu Kinderen voor Kinderen op 3FM kunnen draaien. Hoe leuk. Zeker. Daar worden we allemaal vrolijk van. En leerling Peppe, het was me een waar genoegen. En morgen dus vanaf 4 uur Steen live met Kinderen voor Kinderen. En voor jou ga ik draaien. Zin. Niets is cooler dan kerstmis. Dank jullie wel, hè? Ja. Yo, succes.